December, feestmaand. Om maar eens wat ingrediënten te noemen. Glühwein, vuurkorven, open haard, pikkelboekje lezen en luisteren en kijken naar cultuur. Welkom in het cultuurprogramma, of bij het cultuurprogramma. Het zit weer boordevol met aardige tips waar u naartoe kunt gaan. Jasper Mikkers, onze stadsdichter, ook weer van harte welkom, heeft weer een mooi gedicht gemaakt en gaat dat straks aan ons voorlezen. Ik vertel het nog niet, maar het is een spannend gedicht. Het gaat over twee die in een factoriumtuin hebben gewoond. En dan weet u waarschijnlijk wel waar het over gaat. We hebben natuurlijk theatertips, de culturele agenda. We zijn te gast hier in Theaters Tilburg, waar we ook wat over vertellen. Dan niet te vergeten dat we even de binnenstad ingaan. We bezoeken een museum. Jan Ophuis is hier. Die gaat speciaal vertellen over een nieuwe recordpoging. En dat is bijzonder interessant. We gaan ook graag eens kijken naar de kunstenaar van deze week. Want die is al een beetje bezig. Peter van de Wiel, welkom. Jij bent al druk bezig, Peter. Ik ben zeker druk bezig. Er gaat niks boven tekenen, tekenen, tekenen. Dus, en dat zit er van jongs af aan al in? Ik ben als kleinkind tekenfilms voor de tv gaan zitten, tekenfilms aanzetten, een schetsboek op schoot en tekenen als een gek. En kun je daar je geld mee verdienen? Ik ben mijn eigen bedrijfje begonnen, dus er zit inderdaad wat brood in. Dus, je maakt geen strips, alleen cartoons? Alleen losse cartoons inderdaad. Als het de grap in één plaatje past, dan vind ik het goed, dan doe ik het mee. En je hebt ook mensen waarvoor je kunt werken? Ja, ik teken bijvoorbeeld voor Cassavara en ook voor Giel Beelen. Maar ik heb bijvoorbeeld ook klanten in Etten-Leur zitten. Ik heb klanten in Alphen aan de Rijn, in Deventer. Ik zit in principe overal. En dat is, stel je voor, ik geef een boekje uit of een folder en er moet iets leuks in. Dan kun je dat doen? Dan kan ik dat zeker doen. Dat is bijvoorbeeld een klein kort verhaaltje. Ik lees het verhaaltje. Ik probeer daar de grap in te vinden, de komische draai aan te maken. En dan maak ik daar een tekening van. Okay. En dan lever ik hem. Ja, maar je maakt geen karikatuur? Doe ik wel. Alleen ik probeer het zo simpel mogelijk te maken. In die zin, als je een karikatuur tekent, dan ben je al heel lang bezig met één gezicht. En het probleem is vaak, als je een paar keer meer probeert te tekenen, dan zit de karikatuur altijd wel moeilijk om daar weer een keer hetzelfde gezicht neer te zetten. Dus ik probeer het zo simpel mogelijk te maken en op die manier zo sterk mogelijk over te komen. Zoals kenmerken, zoals het haar en de bril, dat behoud ik altijd. Maar het gezicht zelf hou ik vrij simpel. Okay. Zul je dadelijk wel zien. Ja, wat ga je maken? Ik ga jullie tekenen. Serieus? Ja, tuurlijk. Oké. Okay. Je hebt een half uur de tijd. Ik heb een half uur de tijd, Jasper, en nu komen we er zeker op. Dankjewel. Geweldig. Ik ben straks nieuwsgierig. In kleur. Eigenlijk wel. Succes ermee. Oké, okay, dank je. Hij weet de weg. Hij weet zeker de weg. Dennis, onze nieuwe verslaggever. Hij gaat naar Paradox. Het is daar uitverkocht. Maar het is toch wel eens leuk om het even nog mee te maken. Erik Vloeimans en Jan Akkermans die gaan optreden. Wij pikken een klein stukje mee. We staan hier in de Paradox, het podium voor de jazzmuziek. Erik Vloeimans samen met Jan Akkerman hier op het podium. Eigenlijk hoef ik niets meer te vertellen, want deze twee heren hebben praktisch de muziek uitgevonden. Jaar geleden dat je begonnen bent als artiest. Hoe is dat zo gekomen? Nooit over nagedacht. En speel je al heel lang gitaar? Ja, ik speelde daarvoor accordeon. Ik heb accordeon gespeeld. En doe je nog wel iets met accordeon of helemaal niets meer? Nee. Ik heb toen met biervol laten lopen. Alles dichtgeplakt. Dat is zonde. Je reist de hele wereld rond en dan kies je Paradox. Hoe komt dat? Ja, waarom niet? Het is toch eigenlijk een vrij klein, kleine zaal? Ja, maar daar hou ik juist van. Ik hou niet van die hele grote hutten, dat massale gedoe.
maakt het juist speciaal. Die kleine gelegenheden maakt het speciaal. Dat maakt het wel meer persoonlijker. Ook, absoluut. En het kan meer geanticipeerd worden. Ook met het publiek heb je veel meer contact. Soms ook niet hoor, want ik ben vaak heel gesloten. Ben ik alleen bezig met muziek. En dan kan ik je aankijken, maar dan zie ik je gewoon niet. Ja, ja. Dus sommige mensen vinden dat arrogant of zo. Maar dan dat is gewoon toch een soort van, ja, zen. Opperste concentratie. Ja, ja, met open ogen. Die zijn vaak het gevaarlijkst hoor. Ja. Heb je nog een bepaald ritueel voordat je gaat optreden? Ja, dat ga ik hier niet uitleggen hoor, ben jij blazen. Nou, twee topartiesten van formaat, hoe zijn jullie zo bij elkaar gekomen? Ja, dat vraag ik me ook af. Maar op een gegeven moment stond hij dus bij mij in de band en dat vond ik wel aangenaam. Ja. Dat is een hele leuke samenwerking. Ja. Het zag er bijzonder gezellig uit. Dennis, je mag blijven hoor. Onze nieuwe jonge verslaggever, daar zijn we blij mee. Evenals zijn we blij met Nathan. En we zijn blij met Bart en met Hugo en Tijmen. En met Arielle, want zij doen ook allemaal mee om dit programma te maken. En ik ga direct weer eens even mijn knipseltjes aan u laten zien en vertellen. Winter in Zuid is een doorgewinterd evenement op de hele Korverseweg, inclusief het Korverplein en het Sint-Annaplein. Zondag 15 december komen duizenden bezoekers langs om te genieten, ja ja, van een kopje warme chocomel, glühwein, leuke optredens en het thema is Anton Pieck. Maar er ontbreekt nog iets aan het programma, namelijk verenigingen en goede doelen die deel willen nemen aan het evenement. Die hoeven niet op de kosten te letten, want voor de verenigingen en de goede doelen geldt dat de deelname gratis is. En de organisatie van Winterzuid stelt een gratis kraam- of partytent beschikbaar. Meld u aan, meld u aan. Dit is toch iets aparts. Er is een koor van weduwen en weduwnaars opgericht in de poorten. Dat is iets speciaals. Het koor wil volgens Wendy Zwekaars niet het zoveelste smartlappenkoor zijn. We zetten vooral in op Nederlandse liedjes met gevoel en inhoud. Liedjes als Boudewijn de Groot. Nou, je kunt je bij de poorten aanmelden als je daar interesse in hebt. En dan zou je nog eens mee kunnen doen aan het grote koorevenement. Na twee succesvolle edities is Tilburg in Koor een begrip geworden. Op zaterdag 17 mei, en dat is pas volgend jaar, 2014, vindt dit groots opgezette korenfestival opnieuw plaats in de Concertzaal en de Muzenduin in Tilburg. Alle Tilburgse koren, vocale ensembles, die kunnen zich aanmelden. Van kinderkoren, barbershopgroepen, shantykoren, gospelkoren, klassieke koren, badkamerzangers. U kunt allemaal meedoen. Nou, dat tot zover. Aan de Pater Dondersweg in Tilburg staat het geboortehuisje van Pirke. En dat niet alleen, er is een gezellig café bij, er is een kruisweg te doen, er is een kerk waar u een kaarsje op kunt steken. En, dat vergeten heel veel mensen, er is daar een heel mooi museum. Met Hugo en Ariela ga ik daar eens een kijkje nemen. En ik weet zeker, we worden daar vriendelijk ontvangen door Petra Robbe.
Ik sta hier in een replica van het geboortehuisje van Pirke Donders. Heel veel Tilburgers die kennen dit wel. Hier is nog een echte ouderwetse bedstee te zien. Niet alleen het geboortehuisje van Pirke Donders, een mooie kapel hiernaast. U weet het, de Kruisweg kunt u lopen. Want allerlei parochies die hebben hier een statie geschonken. En dat staat dan mooi bij die statie vermeld. U kunt ook lekker een kopje koffie drinken hier. Dat is ook gezellig. Of iets anders. Hierachter is nog een waterput. Of daar geneeskrachtig water nog in zit, dat weet ik niet. Maar heel veel mensen geloven het wel. Petra Robbe, op 27 oktober 2009 werd het Pirke Donders paviljoen geopend. Dat is een speciale dag geweest. Dat klopt. Tilburg bestond in het jaar 2009 200 jaar. Pirke Donders werd geboren op 27 oktober 1809. Dus werd eigenlijk ook 200 jaar toen hier het paviljoen geopend werd. Petra, we zijn hier ook voor een speciale tentoonstelling. We zijn op zoek naar liefde. Ja, de nieuwe liefde noemen we dat. Zoals je ziet in de katholieke kerk of in de maatschappij werd vaak het woord naast liefde en barmhartigheid gebruikt. En het zijn eigenlijk gedateerde begrippen en we gaan op zoek met kunstenaars, creatieve makers of mensen in de stad. Welke woorden zijn nu aan het begrip liefde geven, naast de liefde en barmhartigheid? Wat kunnen we hier nog meer zien in relatie tot Pirke Donders en natuurlijk Suriname? We hebben een onderdeel van Leen Braspenning en Johan van Germen. Die zijn naar Suriname geweest, Johan, en die heeft daar ook het werk van Pirke Donders beschouwd. Hij is eind Pirke achterna gereisd. En Leen is in Tilburg rondgegaan om te kijken wat zij vond aan reacties bij mensen over Pirke en de liefde. Daar straks zei je al zo van, we laten jongeren als ze hier komen ook nadenken over liefde en ook naaste liefde. Daar hebben jullie ook een klein iets wat ze kunnen doen. Ja, we hebben een educatief project bedacht of laten bedenken wil ik zeggen. Door Nancy Zwane, eveneens een jonge kunstenares. En zij heeft eigenlijk een project bedacht waarbij de jongeren moeten nadenken. Wat betekent liefde voor mij? Welke naaste liefde ontvang ik? En welke naaste liefde geef ik zelf terug? En door daar even bij stil te staan, schrijven die jongeren dat op in maximaal 140 tekens, zodat het later of getwitterd of op Facebook gezet kan worden. Welke blijken van naaste liefde zij ontvangen? En de ene zegt, mijn ouders zorgen iedere dag voor mij. Of toen ik ziek was, heeft oma voor me gezorgd. En blijken van naaste liefde die zij zelf geven, die variëren van boodschappen doen en stoep vegen, tot ook wel, ik heb voor die en die gezorgd toen die ziek was, of ik heb een kind getroost, of ik heb opgepast. Dus er is niet één definitie van wat precies goed is. Bij de nieuwe liefde hier in het Pirke Donders paviljoen is ook Pascaline Rijman betrokken. Hoezo, Petra? Pascaline die meldde zichzelf eigenlijk. Die had een leuk idee om iets met jongeren en Pirke Donders te doen. En toen kwam zij met het idee van, om een fotoserie te maken waarin ze de werken van barmhartigheid wilde laten zien. Vervolgens is ze aan de slag gegaan en het heeft geresulteerd in een kleine fotoserie waarbij ze verwijst naar de 7 werken van barmhartigheid. Zij gaat ervan uit dat in onze beleving meestal de ouderen zorgen voor de jongeren. En Pascaline heeft het omgedraaid. Heel veel bekende en minder bekende Tilburgers die zeggen hier iets over Pirke. Hij is een warmte die je vastpakt. Maar ook Pirke zegt zelf iets over de liefde. Het is een prachtig paviljoen. Echt mooi in de natuur gelegen. Een 8 waard.
Jan Ophuis, van harte welkom. 13 juni, toen zaten die Chinezen dwars. Maar 13 december gaat het lukken. Vertel. Ja, ik doe een wereldrecordpoging in een nieuwe categorie van het Guinness Book of Records. Namelijk The Longest Body Percussion Chain. Dan moet je dus denken aan een keten, een lus van kinderen. In een soort krakeling effect achter elkaar, bodybeatend op elkaars lichaam. Schouders, bovenarm, hand. Oké, dat is het. Want anders krijg je natuurlijk allemaal vervelendigheid. Ik krijg heel veel last van de ouders, denk ik. Ja, de kinderen zelf ook. Maar je gaat dat op 13 december 2013 nog, om 13:13 in het Beatrix College ga je dat doen. Wij gaan daar zeker opname maken, want dat lijkt me verschrikkelijk leuk. Is er niet een andere groep die ook bezig is, dat je dat weer een keertje krijgt? Nee, op dit moment staat het record nog steeds op 233 in Ohio, sinds 19 juni jongstleden. In Amerika dus, in Ohio. Nou, het lijkt me sterk, want ik ga het dus met 550 brugklassers doen van het Beatrix College. Niet in de school zelf, maar dan pal daarnaast in de sporthal Dongenwijk. Okay. Het is een besloten evenement. Oké, okay. Het past nog mooi in het jaar 013 of 2013, zoals je dat ook bedoeld had, om op 13 juni te doen. Maar ja, dat was inderdaad ook idioot wat die Chinezen deden. Die zijn met zo'n hoop volk, daar kon je niet tegenop. Maar nu gaat het in ieder geval echt lukken. Je hebt al een heel mooi t-shirt daar voor aan. Dat is helemaal duidelijk te zien. 13 december 2013, klas 1 Beatrix College. Zijn er zoveel brugklassers? Het is de grootste school in Tilburg, in de regio dus, Beatrix. Totaal schat ik 2300 leerlingen. En alleen de brugklas telt al 21 klassen en dus 550 brugklassers, eerste klassers. Okay. Ja, jij bent zelf ook slagwerkdocent, dus je weet wel wat van het ritme en dergelijke af. Ja, ik ben inderdaad begonnen als slagwerkdocent Braziliaans percussie, ook Afrikaans percussie. En ik dacht een paar jaar geleden, ik doe iets nieuws. Ik hou namelijk van een uitdaging, een verandering. En dat is bodybeat. Ik heb me er zelf in ontwikkeld, ook via YouTube-filmpjes, Amerikaanse filmpjes en... Ja, toen kwam dus in één keer, als geroepen, het jaar 013. Ik denk, een mooie kapstok, ik doe er iets mee en ik ga daar een wereldrecord mee doen met iets nieuws, bodybeat, in combinatie met de kapstok, het jaar 013. Je hebt ook nog een vraag. Ja, ik heb heel eventjes op YouTube gekeken om te zien waar jij je precies mee bezighoudt en wat bodybeat is. En ik zag dat het ook nog veel meer kan inhouden dan alleen maar op bepaalde lichaamsdelen slaan. Ja. En ik vroeg me af of er een vorm van musicaliteit in zit, omdat verschillende lichaamsdelen andere geluiden, andere toonhoogte produceren. Maar ik zag jou op een hele mooie manier ook met je gezicht in de weer. En kun je daar een demonstratie van geven? Ja, kort vooraf, bodybeat is dus ritme, muziek en beweging. En dit is je instrument, je lijf is je eigen instrument. Ja, ik ga jouw vraag invullen. Maar eerst dus, wat was jouw gedrevenheid? Mijn gedrevenheid? Ja, dat is echt, wat ik kan zeggen, ik hou van uitdagingen. Ja. Iets nieuws. Het is heel leuk om met kinderen te werken, heb ik pas op latere leeftijd ontdekt. Ja. En ja, een uitdaging is het Guinness Book of Records. En wie weet komt er een leuke opdracht uit, ooit in je toekomst. Ik hoop het voor je, Jan. Ja. Heel veel succes. Nou, de demonstratie. Ja, dat doen we dan. Moeten we meedoen? Het Cultuurfonds Tilburg, dat is een samenwerkingsverband tussen verschillende enthousiaste ondernemingen en de gemeente Tilburg. Het heeft te maken dat kunstenaars via crowdfunding zelf moeten zoeken naar donateurs die hun projecten willen steunen. Maar Enja Akkermans, die weet er alles van. En zij zit in de elevator pitch. Aan Cultuurfonds Tilburg is de site tilburgvoorcultuur.nl verbonden. Ben jij nu geïnteresseerd in kunst en cultuur in Tilburg en omstreken? Kijk dan eens op de site wat je daar kunt vinden aan projecten. Maak je account aan en doneer natuurlijk. En volg je project. Zo bouw je aan deze bruisende stad met kunstenaars, ondernemers voor een ruim cultureel aanbod. Ben je nu kunstenaar? Dan vind je allerlei antwoorden op vragen zoals: voldoet mijn project? Hoe dien ik het in? En hoe ga ik om met crowdfunding? Veel succes! Wij zijn er om jou te helpen. En voor alle nieuwtjes, volg ons op Facebook, tilburgvoorcultuur.nl.
Jasper, we zijn al lang onderweg. Een mildheid onbeschrijfelijk en eeuwigheid als ontbijt. Dat zijn alleen nog maar de bundels poëzie, maar er is ook proza door je geschreven. De laatste, we zijn al lang onderweg. Ben je al lang onderweg? Ja, toch wel wat. Toch wel enkele jaren. Deze bundel is verschenen ter gelegenheid van mijn 40-jarig dichterschap. En de andere bundels waarvan jij de titels hebt genoemd, die zijn ook de laatste jaren verschenen. Maar dit is een soort jubileumuitgave, is enkele maanden geleden verschenen. Ben je eigenlijk pas de laatste jaren meer met poëzie bezig? Nee, vanaf het begin ook hoor. Toch ook? Ja. In 1974 is mijn eerste dichtbundel, of twee dichtbundels verschenen. In de loop van de tijd heb ik dan wel een oeuvre opgebouwd. Er zijn ook periodes geweest dat ik wat minder produceerde, niet zoveel publiceerde. Ja. Maar alles toch bewaard, hè? Zijn niet allemaal nog te koop. Maar deze vier die jij hier genoemd hebt nog wel. Toch in ieder geval. Ja. Nou, leuk ideetje, wie weet, voor de feestmaand. Ja. Maar je hebt een lied geschreven. Ja. Geen gedicht. Nee, vorige maand in november zijn de twee varkens die grootgebracht werden in de tuin van het factorium gehemeld. Vlekkie en Spekkie. Ja. 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 Als stadsdichter heb ik daar aandacht aan besteed in de vorm van een gedicht in het Brahms Dagblad. En nog een brief die de twee varkens hebben achtergelaten. Ach, toch, in de modder? Ja, onder het gras. Okay. En die brief is gevonden en die heb ik gepubliceerd op mijn website. Maar ik heb voor onder andere ook voor het Cultureel Café, de laatste zondag van november, heb ik een lied geschreven. Want je hebt natuurlijk verschillende invalshoeken, zoals je naar het slachten van dieren die gegeten worden kunt kijken. Er zijn ook mensen die hebben nogal wat bezwaren tegen het feit dat er dieren moeten sneuvelen voor het stuk vlees op hun bord. En vanuit die invalshoek heb ik een tekst geschreven. Je gaat er straks niet zingen, maar gewoon voorlezen. Voorlezen. Ik ga wel zangles nemen, maar deze keer ga ik het voorlezen. Oké. Nou, we zijn benieuwd en we gaan het dadelijk horen. Maar eerst even de cultuuragenda. In het begin van de uitzending zei ik al dat we te gast zijn en dat ziet u ook wel in Theater Stilburg, in de Schouwburg. En we kunnen niet zonder Anne, want die heeft een aantal aardige tips weer verzameld voor de eerste weken van december. Ja Anne, ik denk dat je een aantal voorstellingen hebt uitgekozen. We mogen nou twee keer in de maand uitzenden, dus het hoeft niet meer zo compact. Dus we gaan even naar de eerste voorstelling die je gekozen hebt. We beginnen weer inderdaad in december. Eerste week komt Willeke Alberti langs. Is natuurlijk weg bij de Jantjes. Ja. Dat betekent dat ze terug kan naar haar eigen repertoire. Dus dat gaat ze doen in onze concertzaal. En ze brengt een hele gezellige, intiem concert. Met eigen liedjes, maar ook persoonlijke favorieten. Dus iedereen vindt het gezellig volgens mij. Je mag geen verzoeknummer indienen. Misschien. Ze is wel van de interactie met het publiek. Dus er kan van alles gebeuren als je het mij vraagt. Oké. Een andere grootheid op het theatergebied, dat is Freek de Jonge. Inderdaad, Freek de Jonge komt ook begin december. En hij komt deze keer met Circus Kribbe. Dat is een kerstvertelling. Freek de Jonge is natuurlijk naast Flink Cabaretier ook een meesterverteller. En deze keer gaat hij het verhaal vertellen van Job Kribbe. Die in Circus Kribbe, het evangelisch circus, rondreist op de Bijbelbelt. Met zijn familie. Het enige probleem is dat hij de eerste clown is in 6 generaties die eigenlijk niet van zichzelf heel grappig is. Nou ja, hoeft het alleen maar over te laten aan Freek de Jonge om daar een flinke dosis humor overheen te gooien. Dan heb je alleen maar een leuke avond volgens mij. Anne, de poster die ligt hier al, maar het is echt een leuke interactieve voorstelling. Baantje in de Schouwburg. Klopt, ja, we kennen hem natuurlijk allemaal al van alle boeken, de immens populaire tv-serie. Dit is de eerste keer dat hij in het theater komt. Ja, en dan raad je het al, er is een moord gepleegd in het theater. En het is aan de kok, Fledder,
inspecteur Buitendam is het natuurlijk de taak om uit te zoeken wie dat heeft gedaan. Wat erg leuk is inderdaad, is dat het publiek een belangrijke rol speelt in het ontmaskeren van de moordenaar. Ja, en dat betekent natuurlijk dat je niet weg kan voordat hij gevonden is. Weet je of het wel eens erg laat geworden is met deze voorstelling? Het zou zomaar kunnen. Ik weet er het fijne ook niet van. Maar ja, wie weet ben je inderdaad gewoon 2 dagen verder. Oké. Nou, daar zit beslist iets bij. Fijne voorstellingen. Ze houden ons in de gaten. We hebben elkaar niet gezien. Hé? Is er een dokter in de zaal? Jij hebt het in mijn glas gedaan. Geef nou maar toe, lul. Een beetje GHB. Ik zou dat maar niet hardop zeggen als ik ja was. Kende u het slachtoffer? Wilt u nou kaarten bestellen, kunt u rechtstreeks naar onze website www.theaterstilburg.nl. Ja, Peter, we zijn nieuwsgierig geworden. Ja, hij is klaar. Hij is klaar. En je hebt nog binnen het half uur. En binnen het half uur. Nou, fantastisch. Nou gaan we eens even samen blikken. Ach, wat aardig nou toch. Heb je toch. Jasper, ik sta er zelf ook op, zei de gek. En je hebt jezelf ook nog erbij gezet. En ik heb mezelf ook tegen. Ik zal hem even voor de camera houden. Ja, dat is heel... Ja. Dankjewel in ieder geval. Heel graag gedaan. Heel graag gedaan. Maar even nog aan jou, hoe vond je het om te doen? Ik vind het heel leuk om te doen. Sowieso in de korte tijdsaspect en met jullie hiervoor. Het is lekker achter de coulissen zitten en dan stiekem jullie genijpig zitten tekenen. Jasper iets chagrijnig getekend, maar dat mag wel. Dat mag een keer. Zeker. Ja. Zeg maar, waar kunnen we jouw werk behalve dan dit werk meer bewonderen? Nou, ik heb mijn eigen website www.peterscartoons.nl. En daar plaats ik bijna elke dag wel een nieuwe cartoon op. Dus, daar kunnen we het vinden en daar kunnen we jou ook vinden als we jou nodig hebben. Ja, behalve deze, want die komt bij jullie in het kantoor getragen. Oh, dat zou heel leuk zijn. Ja, dus we krijgen hem. Maar dan moet je hem wel signeren. Ik zal hem even signeren. Ja. Alsjeblieft. Dankjewel, dan is hij helemaal echt. Helemaal. Fantastisch. Leuk. We zijn er blij mee. Graag Dankjewel, gedaan. Peter. Graag gedaan. Lied voor de gevoelige vleeseter. Tekst van Vlekkie en Spekkie. Jij hebt het moeilijk sinds wij zijn ontzield. We brengen je meedogenloos in nood. Je troeteldieren waar je zo van hield, liggen schaamteloos in schijfjes op je brood. We doen je met ons heengaan veel verdriet, omdat een schuldvraag door je hersens spookt. Wanneer je ons gehavend voor je ziet, op smaak gebracht met kruiden en gerookt. Van lief en levendig werden wij lekker. En houden maar niet op jou te bezwaren. Waarom moet dit? Je baalt nu als een stekker, omdat je denken moet hoe wij ooit waren. Ook blonde Arie, slome Jaapie, Knor en Bram veranderden van troeteldieren in worst, in beleg voor op de boterham, gebakken speklap met krokante korst. Je denkt nu, had ik ze maar nooit gekend. Ik was altijd een kerel, een puikenmeid, maar vrees dat dieren eten niet meer wendt. Ik ben zomaar mijn prachtig zelfbeeld kwijt. Het spijt ons dat we jou aanhoudend plagen. We blijven ons gedragen als een beest. We snappen nu, jij bent echt te beklagen, omdat wij niet meer zijn, maar zijn geweest. Te zijn zoals jij bent, dat doet echt pijn. Jij kunt er niks aan doen. Vlees moet je eten. Waar zijn ze anders voor, konijn en zwijn? Bedenk, jij hebt tenminste een geweten. Ja, Nienke was vorige keer onze gast. Toen was haar boekje nog niet af, dus dat konden ze niet laten zien. Ze heeft nu waarschijnlijk ook het boekje thuis, maar wij laten het even zien dat het toch echt waar een boekje is door Nienke geschreven. En er zijn natuurlijk meer schrijfsters. Maar ons programma zit erop voor vandaag. Alle mensen, hartelijk dank. U dank voor het kijken. Jasper, heel veel bedankt voor de inbreng. En Peter, heel hartelijk dank voor de verschrikkelijk leuke cartoon. En die blijft bij ons. Natuurlijk ook alle mensen, jullie die meegeholpen hebben. Jullie komen op de aftiteling, hoor. Groetjes en tot de volgende cultuur.